voormalige eiland Schokland. Dat daar is de oude haven. Dit is de oude havenmond. Hoeveel schepen zouden hier zijn uitgevaren? En hoeveel schepen zouden er zijn uitgevaren en nooit weer teruggekomen? Nog een keer de havenmond. Zagen we het zo pas ook al even. Het was het huis van de lichtwachter. We bevinden ons hier op het noordelijke gedeelte van het oude Schokland. Vroeger heette dit noordelijke gedeelte Emmeloord. Er waren drie buurtschappen. Emmeloord, de noorderbuurt waar we nu zijn. Ens, of de middelbuurt, of Mollebuurt. En de zuiderbuurt. De Schokkers waren in hoofdzaak vissers. Het eiland vervulde een belangrijke rol als vluchthaven bij slecht weer. Door stormen en overstromingen spoelden steeds grotere stukken van het eiland weg. We zijn nu in het Schokkerbos. Eeuwenlang werden zwerfkeien onder meer gebruikt voor het stabiel maken van schepen, zogenaamd ballast. In de zomer van 1982 werden twee wrakken opgegraven. Er waren vroeg 16e eeuwse vissersschepen. Beide schepen bevatten in voor- en achterschip ballaststenen, bij elkaar ongeveer 12.000 kilo. U ziet ze hier weergegeven op ware grootte.
precies zoals ze in de IJsselmeerbodem werden aangetroffen. Dit is van het andere schip. Zandsteen uit Midden-Zweden. Dit is Uppsala-graniet. Het is een bekend gesteente uit Uppsala, Midden-Zweden. En zo is er nog veel meer. Ga maar eens kijken. We zijn nu bij het Schokkerd Museum. In de kerk kon ik niet filmen. Ze zijn bezig met restaureren. De preekstoel was helemaal ingepakt. Jammer. Dit is een restant van de basalten dijk. Een restant van de oude houten zeewering. Dit zijn brokken grafsteen die ooit gebruikt werden als dijkversteviging. Deze sarcofagen stammen waarschijnlijk uit de 11e eeuw. Stappen liggen van vroegere eilandbewoners. Uitgestrekte landerijen met helemaal achter rechtsboven de kerk.
wat zou dat vroeger er anders hebben uitgezien? Je moest het eigenlijk even kunnen terugdraaien. Dennenbomen staan hier.
is het huidige Schotland. Zo hebben de oude vissershuisjes er vast niet uitgezien. En daar naderen we het kerkje met museum Middelbuurt alweer. En waar zijn we nu? Inderdaad, terug bij ons uitgangspunt, de oude Schokkerhaven. De reden dat ik heen teruggekomen ben naar de Schokkerhaven is dat hier een mooie kaart hangt. Kan ik mooi even laten zien waar we vanmiddag geweest zijn. Kijk, hier is de haven, daarboven. We zijn toen daarheen gegaan, naar de gesteentetuin. Vandaar zijn we met de auto doorgereden tot daar naar Middelbuurt, naar het museum met het kerkje. Vanaf de kerk hebben we toen die wandeling gemaakt. We gingen toen dit pad zo langs. Ja, de zuiderbuurt, dat was dat terpje. Ja, vanaf dat terpje hebben we via paardenbloemen de kerk weer gefilmd. We gingen toen verder naar de zuidpunt. Daar vonden we de kerkruïne met de vuurplaat. We zijn toen door die bosland teruggelopen. En aan het einde een klein stukje over de weg weer naar het